We gaan het in deze video hebben over bloed, de samenstelling van bloed en de rol die bloed speelt bij de afweer in je lichaam. Nou, eerst even over de bloedsamenstelling. Je bloed bestaat eigenlijk uit twee grote onderdelen. Het eerste is bloedplasma, iets meer dan de helft, 55%, en het tweede deel zijn de bloedcellen. Ja, bloedplasma zorgt voor het vervoer van voedingsstoffen zoals glucose bijvoorbeeld, ook het vervoer van afvalstoffen zoals koolstofdioxide en zoals nou ja, eigenlijk water ook is in dit geval ook een afvalstof. En ook voor het vervoer van de hormonen die bijvoorbeeld vanuit je hypofyse en je hersenen naar verschillende delen in je lichaam moeten, die worden vervoerd door je bloed. Dus ook alle hormonen zitten op iedere plek in je bloed. Dan hebben we de bloedcellen, we hebben de rode, de witte en de bloedplaatjes. Alle drie hebben ze een eigen functie. Dat staat ook in deze tabel. Er zijn heel veel rode bloedcellen. Die vormen natuurlijk een hele belangrijke plek, want ze maken het bloed rood. En ze zorgen daarna voor het transport van zuurstof. De witte bloedcellen zijn een deel van het immuunsysteem. Daar ga ik straks wat over vertellen. En dan heb je nog de bloedplaatjes en die zorgen voor het stollen van het bloed. Nou, dat zijn drie verschillende type bloedcellen. Ze hebben alle drie hun eigen functie. We beginnen even met de rode bloedcellen. De rode bloedcellen die zijn eigenlijk bevat ze een heel belangrijke stof die daarin een taak heeft. Dat is hemoglobine. Hemoglobine zit in de rode bloedcel en is gemaakt eigenlijk is gebaseerd op ijzer. Er zit veel ijzer. De stof ijzer zit erin. En wat doet hemoglobine? Dat bindt het zuurstof. Dus de zuurstofmoleculen die uit de lucht komen, worden in je longen komen ze in het bloed en die worden gebonden aan die rode bloedcellen. Nou, dat hemoglobine kan van vorm veranderen, waardoor het dus zuurstof kan opnemen en zuurstof kan afstoten. Zodra dus een rode bloedcel bij de longen langskomt, neemt die zuurstof op, gaat die dan naar een spiercel waar bijvoorbeeld de zuurstof nodig is, dan stoot hij het zuurstofmolecuul weer af, dan laat hij het weer los en dan komt het op de plek waar het nodig is. Omdat hemoglobine gemaakt is van ijzer, heb je ook de stof ijzer dus nodig, moet in je voedsel zitten. Nou, wanneer iemand bloedarmoede heeft, dan spreken we van bloedarmoede. Wat er eigenlijk is dat deze persoon een tekort heeft aan hemoglobine. Zijn HB is heel erg laag en daar kan bijvoorbeeld een dieet met aanvulling van ijzerpillen kan daar een oplossing voor vormen. Nou, dan hebben we de witte bloedcellen. En de witte bloedcellen die hebben een taak voor de afweer. Ze vreten namelijk bacteriën op. En dat zijn de zogenaamde vreetcellen, de vreetwitte bloedcellen. Die sluiten zich om bacteriën heen. Je ziet het ook in de animatie en zelfs in een videootje gebeuren. Ze sluiten zich om een bacterie heen en ze nemen de bacterie eigenlijk op. En ze vreten de bacterie op. En dat doen ze dus, ze kunnen daardoor buiten de bloedvaten komen, buiten de haarvaten. Ze gaan naar die bacteriën toe. En ze sluiten zich om die bacterie heen. En die bacterie die gaat eigenlijk zichzelf. Die wordt eigenlijk vernietigd door die witte bloedcel. Dit zijn dus de vreetcellen. Die hebben dus deze functie eigenlijk omdat ze op die manier grote type cellen, zoals bacteriën, kunnen opvreten. Daarnaast hebben witte bloedcellen nog een andere functie. Ze kunnen namelijk ook antistoffen maken. Nou, wat zijn eigenlijk antistoffen? Antistoffen, dat zijn stoffen die worden gemaakt door de witte bloedcellen om eigenlijk gekoppeld te worden aan antigenen. Nou, dan moet je eerst weten wat antigenen zijn. Antigenen, dat zijn kenmerken die zitten eigenlijk aan de randen van de cellen. Dus er zijn bijvoorbeeld cellen die, iedere cel heeft een herkenningspunt, dat noemen we een antigen. En daaraan kan eigenlijk het lichaam de cel herkennen. Dus de cel van een indringer, zoals een verkeerde bacterie of bijvoorbeeld een virus, die zijn eigenlijk herkenbaar aan die antigenen. En de antistoffen kunnen zich daaraan vastkoppelen. Dus die gaan op zoek naar die antigenen die erbij passen. Dus je kunt je dus voorstellen dat voor ieder type antigen, bijvoorbeeld een tetanusbacterie heeft een specifiek type antigen, daar past dan ook een bepaalde soort antistof op. Dus de witte bloedcellen kunnen dan antistoffen maken die daarop passen. Wat gebeurt er dan? Nou, die bacteriën zijn bijvoorbeeld in ons lichaam. Ze zijn eigenlijk soms te klein om opgegeten te worden. Dan gaan die antistoffen, die koppelen zich aan die bacteriën vast. Die bacteriën worden dus samengeklonterd en dan op dat moment kan zo'n witte bloedcel zich eromheen sluiten en de bacterie opvreten. Dus dat is het nut van antigenen, of eigenlijk voornamelijk het nut van antistoffen. Ook onze eigen cellen zijn voorzien van antigenen.
En kunnen daardoor ook, als je een verkeerd immuunsysteem hebt, als je bijvoorbeeld een auto-immuunziekte hebt, dan kunnen zelfs jouw antistoffen, kunnen jouw eigen cellen herkennen als lichaamsvreemde cellen en word je dus eigenlijk aangevallen door je eigen immuunsysteem.